Zit in je pitch, hè? Oké. Patrick zou vallen. Nou, bedankt dat jullie naar mij willen luisteren. Waar zit het bestuur? Ik heb wel toch het plan gelezen, want dit wordt mijn heel kort verhaal. Het probleem is, en ik denk dat jullie Facebook hetzelfde is als mijn Facebook en Twitter en alle comments die ik lees op het nieuws is gewoon slecht. En we zien dat met MH17 en al die dingen. Ik hoor altijd maar één verhaal en ik moet fucking naar RTP, Russia Today, om de andere kant te gaan bekijken. De oplossing is dat we het gewoon zelf gaan doen. En onze oplossing ervoor is extreem simpel, zeer disruptief en wellicht daarom bestaat die gewoon nog niet. Als ik als programmeur, als nerd, een fout in de Bitcoin Core ontdek, dan kan ik gewoon nu naar de Bitcoin Core mijn wijzigingen aanbieden en die kunnen worden opgenomen. Ik kan op dit moment gaan merken aan Bitcoin, aan Linux, aan MySQL. Als ik in Wikipedia een foutje zie, dan kan ik nu op dit moment die foutjes veranderen, alles. Ja, mooi aantekenen. En jij zit zo lekker te gesticuleren bij mijn microfoon te hebben, maar dit gaat helemaal goed. Maakt niet uit. Maar met nieuws is dat dus niet mogelijk. Als ik fouten zie in nieuws, of ik wil graag nieuws gaan maken, of ik wil er met z'n allen, is gewoon niet mogelijk. Er zijn wel sites waar je zogenaamd user-generated content kan genereren. Je kan je eigen artikeltjes inplaatsen, wordt meestal een beetje achteraf geduwd, wat je zit op de Telegraaf. Er zijn sites waar je linkdumps kan doen, nu jij, dik.com, of andere dingen die je denken misschien, maar toch inmiddels. Maar het is dus gewoon niet mogelijk, omdat de rest van de creatieven allemaal overal al doen, met z'n allen social collaboratief nieuws te maken. Stel je voor dat het aanpassen van zo'n artikel of het maken van nieuws net zo makkelijk zou zijn als bijvoorbeeld het commenten of het liken. En je zou dat bijvoorbeeld met een algoritme of met een wisdom of the crowd mechanisme of met iets, een korte redactie, tot goed nieuws kunnen breien. Dat gaan we bouwen. Een open source stuk software dat dit doet. Gaat dit werken? Gek genoeg wel. 10 jaar geleden had ik dit idee. Toen heb ik een paar uurtjes wat langer zetlog.nl in elkaar gedraaid om prototype. Dat is heel succesvol gaan draaien. Dat had op een gegeven moment 150.000 unieke bezoekers. We wonnen ineens de Dutch Bobby van geen stel. Niemand had in de gaten dat het een half algoritme was. Niemand die zag het verschil met het echt nieuws. Behalve natuurlijk de kwaliteit. Validatie ten overvloede. Het zetlog, de andere concepten hebben we ook al gevalideerd. Als kerst op de taart, hoe zeg je dat? Ja, prima. Gaan wij ook nog een nieuw, dus dit is een nieuw redactioneel model, gaan wij ook nog een nieuw verdienmodel introduceren. Wij kunnen inkomsten, advertentieinkomsten, donatieinkomsten, whatever, verdelen over participatie naar rato van participatie. Dus meedoen is meteen verdienen. Ideaal model voor freelancers, voor alles weet ik wat allemaal. Het team is van Mobber, mijn eigen mensen. Wij waren vorig jaar derde op de Bitcoin dag wereld Bitcoin startup door Mark en Visser verkozen. Dus dat ziet wel smoor. Alleen nog geld. En dat was het. Fantastisch binnen de tijd. Ik was ook applaus. Nou, die stop je al je Bitcoins wel in, of niet? Ja, wat me dan lastig lijkt, is hoe ga je nou beoordelen wie voor welke inzet precies gewaardeerd wordt financieel, dus dat verdienmodel. De versleuteling. Algoritmisch, nou, wij hebben de laatste Bitcoin-vereniging ondersteboven gegooid en dat we demonstreren dat het werkt. Sterker nog, ons eigen platform Mobber is op die manier gebouwd. Zetlog, de voorpagina van Zetlog, dat is nu een beetje in geval gegaan, want het is best populair, is op die manier gemaakt. Werkt gewoon. Dat kan alleen hebben in de theorie van de social, van de collaborative filtering, passieve factoren, actieve factoren. Het werkt. Er zijn heel veel sites die al zo werken. Laat ik dat zeggen, beloning is nooit eerlijk. Er zijn ook mensen in het bureaucratische systeem die hebben naar het raam zitten kijken, die mensen voelen het niet als u. Maar, met extra, we moeten meer zien, het feit dat je kan worden beloond door mee te gaan doen, stimuleert om mee te gaan doen. Dat is wat anders dan een keer te beloven. De heilige graal. Eerlijk beloond. Volgende vraag. Je ging verzitten. Als je gaat verzitten, dan... Ik zie hoe mensen mee willen doen omdat ze dan beloond worden en omdat ze in hun eergevoel als ze goed doen. Maar wie gaan het als eindgebruikers allemaal lezen? Wij hebben op het hoogtepunt hadden wij op onze service, weet ik, deze Further Inc. en die Zeppel en op een hadden we 200.000 en onze 9-11 met 350.000 unieke bezoekers. Wat vraagt u nog?
Ja. Iedere keer opnieuw. Wie gaat de krant lezen? Waar gaat die Rella niet voor? Misschien is die ding. Wij gaan een stuk open source technologie bouwen, enabling technologie. Dat gaan we aan de gegevens. En wij worden onze eigen klant met technologie. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus misschien zijn er een heleboel mensen die de technologie kunnen gebruiken voor dingen waar ik nog nooit aan heb gedacht. Technologie is er nog niet, terwijl de reden simpel is. Waarom kan je niet samenwerken aan nieuws en aan dingen zoals je aan software kan samenwerken, aan internet kan samenwerken? Dat is het nog niet. Dus dat is één deel. Ik daarmee een site kan bouwen waar heel veel mensen komen, is het andere deel. Ik denk wel, sterker nog, we hebben een grote community hebben gevraagd. Maar we hebben 5000 e-mailadressen die echt aankwamen in de mailing. Ik kreeg 450, 500 ongevraagd mail terug met aanmoediging. Dat is een hele goede respons. Zaal, vraag, iemand. Dus de missie is. Zo zwaar onder de indruk, ze durven niet echt meer wat te vragen. Doe eens even. Ja. Doe nog even de microfoon. Nou, de missie is gewoon redacties overbodig maken. Die hebben bewezen dat ze het niet kunnen. Kijk, disruptive. Applausje.